We staan hier op het proefveld in Oude Tongen en we gaan hier onderzoeken in aardappelen, het ras Agria, de werking van onze powerstart Ducono en het effect van diverse toevoegmiddelen, biostimulanten en andere producten, hoe we het functioneren van die bacteriën kunnen versterken. We weten dat die bepaalde voedingsstoffen nodig hebben voor zichzelf om te kunnen functioneren, maar er zijn vaak ook andere elementen nodig voor de processen die ze op gang brengen. Eén daarvan is bijvoorbeeld de stikstof vastleggen via het proces van nitrosomonas. En daar hebben ze bepaalde spoorelementen voor nodig om dat te kunnen volbrengen. Daarnaast onderzoeken we ook of we de benutting van spoorelementen door de aardappel kunnen verbeteren. Door op een goede manier en al in de veur spoorelementen toe te dienen. We zien vaak op kleigronden dat heel veel spoorelementen slecht plant beschikbaar zijn, maar die wel belangrijk zijn voor de weerbaarheid van de plant. En daarom onderzoeken we hoe we die beschikbaarheid, afhankelijk van wanneer die plant ze nodig heeft, beter af kunnen stemmen qua timing, hoeveelheid en type product.